Goedenavond en fijn dat u kijkt naar Kraken gaat door, een programma over het Nederlandse kraakbeleid. Mijn naam is Rokhaya Seck, ik ben programmamaker hier in de Bali. En dit programma is georganiseerd door Lynn Deen, Jarne van der Poel en Eline Durand van de Bali Academie. Dat zijn onze huidige stagiairs. Een beetje geschiedenis. In de jaren 60 werden de eerste panden in Nederland gekraakt en in het midden van de jaren 70 ontstond er echt een georganiseerde kraakbeweging. Althans, daar kunnen we het misschien zo meteen nog over hebben. Het creatief imago van Amsterdam vandaag heeft veel te danken aan deze periode. En dat geldt ook voor de Bali. In de jaren 70 zocht de krakersactiegroep Bouw eens wat anders ervoor dat dit gebouw, een oud gerechtsgebouw, geen hotel werd. Want dat waren mensen van plan met dit gebouw. En dat we hier dus nog steeds culturele gesprekken kunnen voeren. Dat heeft te maken met dus die krakersbeweging. Die kraakbeweging van weleer lijkt nu lang verleden tijd. Vanwege strenge wetgeving is kraken nu bijna niet meer mogelijk. En sinds 2010 is er zelfs een kraakverbod. Wat ervoor zorgt dat ook veel panden rond die tijd ontruimd zijn. Daarom is het opvallend dat er het afgelopen jaar toch weer openlijk gekraakt werd. Zo werd er hier om de hoek Hotel Marnix omgetoverd tot Hotel Mokum. En daar werd best wel positief op gereageerd vanuit de media en ook vanuit de buurt. Maar helaas mocht dat niet heel erg veel baten. Want binnen 6 weken werd dit kraakpand ontruimd door de politie. We verkeren op dit moment in een woningnood. Eigenlijk de grootste woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog. En het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En het woningtekort is zelfs opgelopen tot 279.000 woningen. Toch stonden er in januari 2021 nog 60.000 woningen langer dan een jaar leeg. Daarnaast stonden er ook zo'n 13.000 kantoren en winkels langdurig leeg. En dan hebben we nog niet eens over de bovenverdiepingen van winkelpanden. Dat zijn er ook zo'n 10.000. Kortom, het is misschien helemaal niet zo gek om weer eens dat een jonge generatie teruggrijpt op het kraken om een woonruimte op te eisen. Moet het kraakbeleid daarom ook heroverwogen worden? Dat is misschien een vraag die vandaag op tafel ligt. De jonge generatie krakers zijn helaas niet aanwezig. Zij sloegen onze uitnodiging af, omdat ze ons een aantal zaken verwijten. Daarover gaan we graag met ze in gesprek, maar niet vanavond. En ook trokken een paar sprekers zich terug, nadruk uit dezelfde hoek. Een uitgedund programma dus, maar nog steeds heel veel om over te spreken en 2 interessante gasten. Aan tafel zitten oud-kraken en socioloog Erik Duivenvoorde en ook oprichter van het Staatsarchief, het archief van het kraken in Nederland en raadlid in Amsterdam van GroenLinks, Seger Ernsting. Welkom. Dat is een fragment uit het programma, de documentaire die je maakte, De Stad Was Van Ons. Krijg je dan meteen nostalgische gevoelens als je zo'n clip ziet? Nou, in verband met kraken wel, ja. Want ik heb er zelf ook tussen gestaan in die periode. Dus, en zo massaal was het inderdaad. Demonstreren over de grachten en met z'n allen een pand kraken en in zo'n lijntje dan spullen doorgeven naar binnen. Dus en kan je nog herinneren het allereerste pand wat je gekraakt hebt? Wat ik zelf gekraakt heb? Ja. Kijk, zelf pand kraken, dat doe je pas als je een tijdje meeloopt. Als je gezien hebt aan de ervaren mensen hoe die het doen. Zeg maar. Ik kwam natuurlijk ook als kleine broekje uit Den Haag naar de grote stad. Ja, hoe oud was je toen? 18, hè, ik kwam studeren in de stad. Dus dan moet je het vak nog leren. Hè. Dus dat gaat niet meteen een pand kraken de eerste keer. Dat is echt, daar heb je wat ervaring voor nodig. Je stond wel meteen open om het vak te leren? Ja, dat wel. Ja. En dan ging je meedoen in het kraakspreekuur. En ik kon kiezen toen in de tijd in Amsterdam, toen ik in de stad kwam, ik weet nog wel, ik had een lijstje van 25 kraakspreekuren waar ik terecht kwam. Elke buurt had zijn eigen kraakspreekuur. Dus ik kon ook een beetje kiezen in welke buurt het meeste zin had, zeg maar. Waar het meeste leeg stond, dat was in de tijd de Statiedebuurt. Het was ook zo'n oude 19e eeuwse gordelbuurt die eigenlijk compleet gesloopt zou worden. Dus daar stonden ook alle blokken jarenlang leeg te wachten op sloop. En die werden dus de een na de ander gekraakt. Dus daar kon je bij wijze van spreken de dag na het kraakspreekuur meteen op. Dus dat heb ik gedaan toen. Ja, en hoe ging dat dan? Nou ja, je kreeg nog niet de sleutel, maar je kon nog wel afscheid nemen van de vorige bewoners. En die lieten de woning dan netjes achter. Die gingen dan naar Almere of Purmerend. Niet vergeten dat in de jaren 70 en 80 ongeveer de helft van de Amsterdamse inwoners naar buiten de stad is verhuisd. 400.000 mensen, allemaal naar Almere, Purmerend, Lelystad. Waar had het mee te maken? Met de slechte kwaliteit van de woningen en ook met de behoefte om groter te wonen. Mm-hmm. En toen kwamen daarvoor in de plaats honderdduizenden jongeren, studenten. Er zijn ongeveer 200.000 mensen voor in de plaats gekomen, allemaal jongeren. En die vonden de huizen die oorspronkelijk Amsterdammers achterlieten, ja, geweldig. Zoals ik ook. Ik bedoel, een 2-kamer-appartement in de Pijp. Ook al was het nog zo slecht, dat maakt ons niet uit. We waren al dolblij dat we een eigen woning hadden. Ja. Ik op dit moment ook net een 2-kamer-appartement in de Pijp. Ja, maar inmiddels zijn ze allemaal netjes gerenoveerd en geïsoleerd. Dat valt nog tegen. Nou, bij ons wel, ja. Maar het allereerste, want eerst ga je dan eigenlijk een soort van stage lopen bij die kraakbeweging. En wat was dan het eerste pand wat je dan zelf ging kraken? Kan je dat nog herinneren? Nou, het eerste pand niet. Want ik deed toen met het kraakspreekuur, daar heb ik een jaar of 2, 3 heel intensief gedaan. Ik wil niet zeggen honderden, maar toch wel tientallen panden hebben we toch wel gekraakt. En vaak wilden ook niet als een soort hulpverleningsorganisatie optreden. Dus mensen moesten heel veel zelf doen. Ja. Ze moesten zelf alles uitzoeken, ze moesten zelf alles regelen. En dan kwamen wij dan uiteindelijk met de koevoet om de koevoet tussen de deur te zetten en snel het slot te vervangen, want daar was wat meer ervaring bij nodig. En welke van die vele etages in de Statiedebuurt ik dan gekraakt heb. Je hebt zoveel panden gekraakt, je weet het niet meer. Ja, eigenlijk wel. Toch nog één mooie herinnering voor ons, om ons mee te nemen naar die tijd? Ja, een mooie herinnering. Wij werden ook wel gevraagd voor panden in de stad. Omdat de kraakgroep in de Statiedebuurt zo groot was. En wij wel veel ervaring hadden en zo. Werden we ook regelmatig gevraagd voor allerlei andere kraken in de rest van de stad. En een van de mooiste kraken waar ik dan bij betrokken ben geweest, is de PH-kade bijvoorbeeld. Op de Prins Hendrikkade naast de Sint-Nicolaaskerken staat een modern appartementencomplex. En dat was vroeger, ja, dat was de grote schande in de stad, dat er dus van die luxe appartementen, zoals die toen heette, leeg stonden. En daar kon je de handen van iedereen in de stad voor op elkaar krijgen. Dus dat hebben we vrij kort voor Koninginnedag, 30 april 1980, is dat vanuit de Statiedebuurt gekraakt. En dat is een groot succes gebleken. Ja. Koninginnedag 1980, dat was wel de hoogtijdagen ook natuurlijk. Ja, dat was... Dat bleek dus achteraf een van de hoogtijdagen te worden. Dat wisten we toen nog niet van tevoren natuurlijk. Maar alles was wel in het werk gezet om dat tot een dag die mensen nog lang zou blijven herinneren om dat zo te maken. En dat is wel gelukt. Ja. Ja. En Seger, op welke manier voel jij je eigenlijk verbonden met de krakersbeweging? Nou, dat vind ik, dat vind ik ook weer wat veel gezegd. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ik heb ook een beetje dat meegemaakt. En natuurlijk als je dan in Amsterdam opgroeit. Want ik ben aan de Mariskade geboren en in 1979 naar Amsterdam-Noord verhuisd. Dus niet naar Almere met mijn ouders, maar gewoon nog net binnen de ring, zullen we maar zeggen. En toen ik op mezelf ging wonen en daarvoor natuurlijk, ja, dan krijg je dat mee via het nieuws. En ik was toen scholier. Dus wat mij betreft, ik ben eigenlijk net te jong om die periode dan ook heel erg bewust te hebben meegemaakt. Ja, zelf nooit in een kraakpand. Ik heb zelf nooit in een kraakpand gewoond. Nee. Toen ik 18, 19 was, toen kon ik een 2-kamerwoning of een 1-kamerwoningje huren in de Nieuwmarktbuurt. En daar heb ik lang gewoond. Dat was op 25 vierkante meter. Dat was gewoon van de woningbouwvereniging. Voor dus wat minder geld dan nu waarschijnlijk? Ja, nee, uiteraard. Ja. En ook, dat was trouwens ook wel een woning die later werd afgebroken. Omdat die gewoon in slechte toestand was. Dat was echt een 1-kamer appartementje. Ja. Maar die Nieuwmarktbuurt is natuurlijk ook roemrucht als het gaat om eigenlijk diezelfde beweging. Maar dan net iets eerder. In halverwege jaren 70 waren daar natuurlijk ook grote rellen tegen massale sloop. En dan ook in dit geval nog met een metrobouw en een verkeersdoorbraak erbij. En ook daar, dat was eigenlijk voorloper van wat later dan de kraakbeweging is gaan heten. Ja, en als je dan nu door de stad loopt, op welke manier zie je dan die sporen van die kraakbeweging van de jaren 70, 80 terug? Nou ja, overal eigenlijk. Hè. Dus mijn centrale stelling is dat het eigenlijk absurd is hoe weinig aandacht we hebben voor de betekenis van die hele periode, voor hoe de stad er nu bij ligt. Hè, je zei in de inleiding over dit gebouw dat het bijna een hotel zou zijn geworden. Nou, de plannen in de jaren 50 en 60 voor de binnenstad van Amsterdam, dat was één groot verhaal van sloop en nieuwbouw, waarbij eigenlijk de nadruk zou liggen op werk. Hè, de cityvorming was het ideaal waarbij eigenlijk de binnenstad bedoeld was om als kantoorruimte te fungeren. Mm-hmm. En dat de mensen inderdaad buiten de stad gingen wonen, want daar was licht, lucht en ruimte. Het was allemaal mooi idealistisch bedacht. Maar voor de binnenstad zoals we die nu kennen, ja, die had er niet meer eens bij gestaan als dat allemaal uitgevoerd was gaan worden. En dat heeft te maken met verkeersdoorbraken, met sloop van kleine woningen. Nou ja, kijk, het mooie van de Nieuwmarktbuurt is een beetje de grens ook, hè, van waar dat wel is uitgevoerd en niet is uitgevoerd. Dus je hebt die Wibautstraat en die Weesperstraat en de Jodenbreestraat. En dan wordt het opeens heel smal, daar bij de Sint Antoniesbreestraat. En daar staat één pand, dat is het Pintohuis. En dat was een monument. En eigenlijk daar, dat was het focus van ook die beweging in de Nieuwmarktbuurt. Samen met mensen die het belangrijk vonden om die monumentale waarde van de stad te behouden. Ja. Die sloegen de handen ineen en die hebben daar ontzettend actie voor gevoerd dat het oorspronkelijke stratenpatroon bijvoorbeeld behouden zou blijven. Ja, was dat ook een reden waarom je ging kraken, die ideologie? Nou, de ideologie, het onderscheid met een politieke beweging, zeg maar, en met krakers is de krakers natuurlijk altijd heel opportunistisch en ook pragmatistisch zijn geweest. En van de ideologie moesten ze ook niet zoveel weten. De kracht van de kraakbeweging en van de acties, van de protestacties, is natuurlijk ook dat je meteen een oplossing hebt voor je eigen probleem, namelijk dat je geen huis hebt. En dat samenspel, zeg maar, van aan de ene kant ideeën en proberen iets te veranderen voor anderen, namelijk de woningnood in het algemeen, en tegelijkertijd ook een individuele oplossing voor je eigen probleem. Ja, dat was natuurlijk de grote aantrekkingskracht vroeger om je ook bij de beweging aan te melden. Als het alleen maar ideologisch was geweest, had ik nog even moeten kijken waar ik terecht had gekomen. Dus het was eigenlijk een samenspel van dat je zelf een huis wilde. Maar aan de andere kant duizenden, of nou ja, heel veel huizen kraken, dan is het niet alleen voor jezelf. Nee, uiteindelijk dan ga je natuurlijk ook, probeer je er ook een politieke betekenis aan te geven en probeer je ook iets te veranderen, daadwerkelijk te veranderen. En daar scheiden dan, zeg, veel krakers, niet alle krakers zijn of waren politiek actief. Heel veel gebruikten ook de ruimtes die de kraakbeweging bood. Hè. De grote pakhuizen, de oude scholen die hier leeg stonden. En het was heel veel goedkope werkruimte, ook voor starters in Amsterdam. Die daar hun eigen bedrijvigheid konden opstarten, experimenteren met allerlei kunstvormen. Dat gebeurde natuurlijk op grote schaal. Housefeesten is natuurlijk ook iets wat in de jaren 80 met name... Dat zijn je housefeesten? Ja, met name in kraakpanden kon ontstaan omdat dat gebouwen waren waar nog, die erop berekend waren op grote groepen en waar de regelgeving nog niet zo nauw was en die ook door konden gaan na sluitingstijd. Het zijn allemaal dat soort dingen die in de rest van de samenleving niet konden en waar dus binnen die kraakwereld heel veel ruimte voor was. Ja. Dat heb ik dan weer wel meegemaakt, die feesten. Maar dat was ook inderdaad meer in de jaren 90 natuurlijk. Ja. Waarbij ik opgroeide tijdens mijn studententijd inderdaad. Ja, dan kon je inderdaad gewoon ontzettende mooie culturele bijeenkomsten en feesten op fietsafstand van de binnenstad hebben. Hè. Dus inderdaad in het Vrieshuis Amerika of in de silo, de graansilo bij het Westerdok. Ja, dat waren unieke plekken met heel veel creativiteit en waar ook gewoond werd en heel veel werd gemaakt en heel veel zelf werd gedaan. En dat zelf doen, hè, dat is natuurlijk ook deel van dat imago. En wat ik wel interessant vind is, je zegt het was ook niet ideologisch. Maar eigenlijk waren die krakers en die studenten ook een beetje de pioniers van de herontdekking van de stad als plek om te wonen en te leven. En ook om een gezin te stichten bijvoorbeeld. Ja. Voel je dat ook zo? Ja, niet, want eigenlijk was het heel vanzelfsprekend dat de binnenstad van Amsterdam en dat dat een interessante plek was om te wonen en waar iedereen weer samenkomt en waar je iedereen ontmoette. Maar in de decennia lang is het centrum van Amsterdam eigenlijk een gebied geweest waar iedereen zo snel mogelijk wilde vertrekken. Dat kun je nou bijna niet meer voorstellen. Nee. Maar we hebben eerst de ontwikkeling in Zuid gehad, hè, daar heb ik het over 100 jaar terug. Dat nieuwe wijk waar de elite die altijd in de grachtengordel zat uit wegtrok. En daarna natuurlijk ook naar buiten de stad. Ja. En op een gegeven moment ook gewoon ging de hele Amsterdamse bevolking erachteraan. Dus eigenlijk niemand wilde meer in Amsterdam wonen. Omdat de kwaliteit jarenlang, wil niet zeggen verwaarloosd is, maar door allerlei omstandigheden gewoon in heel slechte staat was. Ja. Waardoor de populariteit van wonen in Amsterdam eigenlijk heel laag was. Maar dat zei ik eerder van als je van je ouders komt naar de grote stad, dan is elk huis wat je kan krijgen is al geweldig. Dus wij vonden het prima om in die oude krotten te wonen. En werd het dan ook als probleem gezien dat werden die huizen dan daardoor ook niet opgeknapt? Nee, er waren gewoon allerlei plannen en dat is net zo goed met de woningnood nu. Kijk, woningnood nu is geen uitvinding van nu. Dat bestaat al sinds de Tweede Wereldoorlog. En ook toen waren er jarenlang plannen. En het is een heel erg probleem. En we gaan er wat aan doen. En dit, je hoort het allemaal nu weer zeggen natuurlijk. Ja. En iedereen neemt er ook min of meer genoeg mee. Hè? Want dat was ook, natuurlijk ook zo in die naoorlogse periode. Dat 20-30 jaar lang is er genoegen meegenomen. Dat politici het wel zouden gaan doen. Mm-hmm. Nou ja, totdat het moment dat er een jonge generatie is die zich daar niet meer, die daar geen genoegen meer neemt. En dus zelf aan de gang gaat om die... om dat probleem op te lossen. Ja. Er was heel veel leegstand waarin ze konden wonen. Dus 1 en 1 is 2, leegstand en kraken. En je kunt weer wonen. Ja, misschien is het goed om eventjes dit moment aan te grijpen... om te kijken naar die woningnood van dit moment. Een fragment van AT5. Het Westerpark stond vanmiddag vol met demonstranten voor het woonprotest. Er waren duizenden mensen aanwezig uit heel het land om te demonstreren tegen het huidige woningbeleid. Of we ooit nog samen een betaalbare woning kunnen vinden met z'n tweeën. Ja, misschien ooit als we een vast inkomen hebben, als we dat ooit krijgen. Ik heb ten eerste een studieschuld en dat wordt meeberekend voor een hypotheek. Dus ik ben bang dat ik later ergens anders heen moet, terwijl dit mijn eigen stad is. Ja. Ergens anders heen moeten, terwijl dit je eigen stad is. Kom je bekend voor? Ja, nou, ik kom bekend voor. Ik heb zelf ook een zoon, die zit voor hetzelfde probleem. Ik zeg hem ook steeds van, doe er wat aan, want voor je het weet moet je uit Amsterdam, vertrekken. Ja. Of je kunt tot je 40ste bij mij thuis wonen, maar dat... Ik hoop niet dat hij dat wil. Nee, ik heb hem in ieder geval opgevoed, zoals hij zelf ook was. Vanaf je 18e ben je zelfstandig en dan hoor je zelfstandig te kunnen wonen. Ja, maar dan moet dan ook nog mogelijkheid toe zijn. En om het eventjes... naar de politiek lijkt me een goed moment dan. Wat is die oorzaak van die woningnood in Amsterdam? Nou, die is heel erg complex, hè? Mm-hmm. Want we bouwen ons een ongeluk de afgelopen jaren. De woningbouwcijfers zijn de afgelopen 8 jaar eigenlijk nog nooit zo hoog geweest in de geschiedenis. En toch zijn die prijzen die blijven krankzinnig. En dat heeft te maken met die hele financiële omgeving van die woningmarkt is het ook gaan heten. Hè? Dat is natuurlijk ontzettend vermarkt in de afgelopen decennia. Die financieringsruimte is zo groot geworden, dat daar kun je niet tegenop bouwen. Dat is eigenlijk denk ik een van de grootste problemen. Er is ook geen regulering meer. Dus de overheid die heeft die handen ervan afgetrokken. Er is ook zo'n filmpje van minister Blok van Wonen in 5, 6 jaar geleden. Die trots op een vastgoedbeurs in de RAI staat te vertellen dat hij de huurregulering heeft losgelaten. En dat daarmee de woningmarkt zo interessant is geworden voor beleggers. Het is ook daadwerkelijk op aangestuurd om die woningen voor een deel gewoon te verpatsen. Dat is natuurlijk funest geweest voor mensen die woning zoeken. Want wonen is uiteindelijk gewoon een recht, een grondrecht. Nou, we vergeten wel eens dat dit proces wat Seger beschrijft eigenlijk al jaren 40, 50 aan de gang is. Ik kan me nog herinneren dat in de tijd dat ik in Amsterdam kwam... ik geloof dat er iets van 20% of 15% van de huizen in Amsterdam waren koopwoningen. Ja, dus 85% was huur. Hè? Amsterdam was een huurstad. En op een gegeven moment zeiden ze van dat moet anders. En toen is iedereen helemaal gek gemaakt de afgelopen 40, 50 jaar... om zelf een huis te gaan kopen. En daar is door de regering in Den Haag is daar alle gelegenheid voor gegeven... en met hypotheekrenteaftrek. En dat huizen, het bezitvermogen nog steeds niet belastbaar is in Nederland. Dus de omstandigheden voor huiseigenaren zijn geweldig geweest de afgelopen 50 jaar. Ja. Maar dat plukken we nu dus de vruchten van. Nu hebben we geloof ik nog 30% aan huurwoningen over in Amsterdam. En allemaal huiseigenaren die glimlachen als ze naar de huizenprijzen kijken. Maar ondertussen ook geconfronteerd worden met de onmogelijkheid om nog ooit te kunnen verhuizen. In ieder geval in Amsterdam, intern naar Amsterdam verhuizen. Dat zit er voor heel veel mensen niet meer in. Dus iedereen blijft zitten waar die zit. Er is geen aanbod meer. Maar ondertussen zijn dus na de hypotheekrente aftrekken... wat hebben we nog meer voor regelingen gehad? De woningcorporaties zijn verzelfstandigd, noem het maar geprivatiseerd. Mm-hmm. In de golf van liberalisering die we over ons heen hebben gehad. We hebben een kraakverbod gehad 10 jaar geleden. Er zijn allerlei maatregelen die alles bij elkaar ertoe leiden... dat we nu in een enorm chaos zitten, zeg maar. Ja. Ik zou het ook geen woningmarkt meer noemen... maar je moet, eigenlijk kun je beter spreken over huizenkapitalisme. Ja. Want het kapitalistisch stelsel is zo, zeg maar, buiten zijn voegen getreden... dat er bijna niet meer te corrigeren valt. Kijk, die markt, daar moet je niet zo snel van af willen... want anders kom je al snel terecht in allerlei communistische maatschappijinrichtingen. Laten we die markt maar houden, maar wel gecorrigeerd. En ook een overheid die in staat is om die markt te corrigeren. huizenkapitalisme, is dat een term die je de aankomende verkiezingstijd gaat gebruiken? Nou, kijk, ja, de woningmarkt. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat wonen een recht is. En dat je vertrekpunt moet zijn ook als je als politicus aan de gang gaat. En dat Amsterdam ook een stad is waar iedereen een plek moet kunnen vinden. Mensen die hier geboren zijn en die op zichzelf gaan wonen. Maar ook mensen van buiten die graag Amsterdammer willen worden. En die willen we ook de kans geven. Want Amsterdam moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. En daar moet je aan werken. Als dat je vertrekpunt is, dan kan de markt daar misschien wel een rol in spelen. Maar wat je zegt, die moet dan ook wel gereguleerd worden. Dat die ook die gemeenschappelijke doelen en die gemeenschappelijke waarden blijft dienen. En niet alleen maar dient als verdienmodel. Want dat is precies het punt. Ik las in het NRC 2 dagen geleden over iemand die had op Oostenburg 3 appartementen gekocht. Want dat was zijn belegging. Ja. Punt. En toen zei hij er ook nog bij. En ik ben verknocht aan Amsterdam. Toen dacht ik, ja, verknocht aan Amsterdam, hoe kan je? Ja. 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 Maar goed, hier staat je op het probleem, want die 3 appartementen op Oostenburg, die kosten dus met z'n drieën, alle 3 boven de €500.000. En het nieuwe beleid van de gemeente is dat er een woningplicht is, hè, voor als je een nieuw appartement koopt. Maar dat is wel tot €500.000. Ik geloof dat de gemiddelde huizenprijs in Amsterdam ligt al boven de €500.000. Dus voor heel veel woningen komt dit niet in aanmerking. Kijk, en als gemeente zoeken wij dus naar die instrumenten om die regulering, hè, om die grip op dat Wilde Westen, zeg maar, terug te vinden. Al die maatregelen, want er zijn heel veel instrumenten verloren de afgelopen decennia. En wat zou dan een belangrijk instrument kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld die woonplicht, hè, die net wordt genoemd. Dat betekent dat als je een huis koopt, dan moet je er ook daadwerkelijk zelf gaan wonen. Ja. Dus dat is niet een verdienmodel dat je dat maar op Airbnb of op een of andere dure expat-marktsite te huur zet. Ja. Dus je moet er zelf wonen. Maar inderdaad, dat kan maar tot €500.000. Dat hangt aan de wet ook. Hè, want dat is de wet van en pa die het voor zijn zoontje, voor zijn dochter koopt, die mag ook gewoon een huis kopen. Ja, dat klopt. Dat is ook zoiets wat uit die regelgeving eigenlijk zou moeten. Want anders is het niet effectief. Nee, precies. Dus wij zoeken ook die grens voor die wetten. We lobbyen ons suf in Den Haag natuurlijk al jarenlang om die wetten ook meer naar onze wensen te krijgen. Want uiteindelijk is het natuurlijk de wetgever in Den Haag die hier voor een groot deel aan de knoppen zit. Als lokale overheid kun je niet zoveel buiten die wet zeg maar doen. Ja. En als we om toch nog even terug te pakken naar, want de problematiek is geschetst, maar hoeveel woningen staan er dan leeg? Want ik heb net wel wat cijfertjes genoemd, maar ja, zijn dat er dan in Amsterdam veel woningen die leeg staan? Nou, daar verschillende meningen heel erg over. Hè. Er was laatst een rel over zo'n investeringsfirma uit Amerika, Blackstone. Die had dan 300 woningen leeg staan. En zij zeggen zelf, ja, nee, maar die waren in afwachting van een opknapbeurt of iets dergelijks. Ja, dat hoor je dan vaak, hè, dat wordt gezegd. En volgens mij is het zo dat er inderdaad wel honderden woningen leeg staan. En het wonen boven winkels is ook al jarenlang een probleem. Het is ontzettend ingewikkeld ook, want die winkelpuien... die zijn vaak zo breed gemaakt dat er geen trappenhuis meer in zo'n pand zit. Hè? Wat kun je dan met die bovenverdieping? Helemaal niks. Die moet je aan de achterkant moet je dan trappen gaan bouwen. Dat gebeurt door de winkel heen. Ja. Dus het is ook wel lastig van heel veel van dit soort begrippen. Wonen is ook een juridisch begrip, zeg maar. Wonen is een adres waar iemand staat ingeschreven, het bevolkingsregister. Waar je dus een werkpand is waar dat bijvoorbeeld niet mag, waar je niet mag wonen. Nu zie je natuurlijk heel veel dingen dat door elkaar heen gaat lopen. Dat wonen en werken, dat, nou ja, laten we daar niet over. Ja, ja. Maar, ander onderwerp weer. Precies, ja. Terug naar het kraken. Maar er staan dus heel veel woningen waar dus niemand woont in Amsterdam. Maar dat wil dus niet zeggen dat er niemand staat ingeschreven. Of dat het niet op een of andere manier in gebruik is. Dat zijn bijvoorbeeld die PRT's van mensen buiten de stad die iets leuks willen hebben. Airbnb. Die zijn allemaal gemeubileerd. Daar woont niemand. Maar die worden gebruikt door mensen die dat op een handige manier hebben geregeld. Ja. Daar kun je als overheid ook nauwelijks iets aan doen. Ja, als je niet aan allerlei wetgeving gaat morrelen. Ja. Ik zou dat wel adviseren. Maar het is een traag schip. Hè? Zeker als je de wetgeving dan ook nog moet veranderen. Dat gebeurt natuurlijk wel. Bij Airbnb is dat bijvoorbeeld gebeurd. Hè. Daar hebben we ook echt voor elkaar gekregen dat Den Haag uiteindelijk die wet wat heeft aangescherpt. En dat we dat Airbnb toch echt fors hebben terug kunnen dringen. Maar daarbij ben je er nog niet inderdaad. Want het is gewoon wat dat betreft ingewikkeld. Ja, en... ik vind is het wel, kraken? Wat? Ja? Nee. Nou, ik vind wel dat we veel beter op dat leegstandsbeheer moeten zitten. En wat dat betreft vind ik dat ook de afgelopen 4 jaar onder wethouder Evans dat onvoldoende is gebeurd. Ja, sterker nog, het was een onderdeel van het kraakverbod. Ja, precies. Dat bedoel ik. Het kraakverbod was de wet kraken en leegstand. Dat laatste wordt vaak vergeten. Ik heb wel trouwens een advertentie in het Parool gezien onlangs dat de gemeente opriep om leegstand te melden bij de gemeente. Ja, dat klopt. We hebben daar ook de laatste tijd meer aandacht voor gevraagd. En zou kraken nog een oplossing kunnen zijn in deze woningnood? Om wel te kraken? Ja, kijk, dat kraakverbod, dat heeft er wel gewoon echt ingehakt. Hè? En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat kraken dus nooit verboden was tot 2010. Mm-hmm. En dat was een enorme discussie. De grote steden, ook Amsterdam, hebben zich daar fel tegen gekeerd in de aanloop daarnaar. Want hoe is die wet toen tot stand gekomen in 2010? Het was een initiatiefwet eigenlijk vanuit de Tweede Kamer. Dus het CDA heeft... En de ChristenUnie, die hebben hem doorheen gehaald. Precies, in 2003 hebben die het initiatief genomen. Zelfs de minister van Grootstedenbeleid in die tijd, Pechtold, die was tegen eigenlijk. En uiteindelijk heeft de Tweede Kamer die wet aangenomen. En was het nog een reden dat het uit die christelijke hoek kwam? Nou nee, het ging meer over zeg maar, het idee dat het eigendomsrecht belangrijker is dan het woonrecht. He, er zat echt een ideologische component aan en ook een politieke component. Want ik denk ook dat er wel zeg maar, ook iets in zat van een soort van rancune richting zeg maar, linkse steden en het land wat eigenlijk nog een stuk rechtser was. Dus in die tijd was dat, in begin jaren 0, was dat ook natuurlijk echt knetterrechts kabinet met Balkenende een aantal achter elkaar. En ja, toen was dat sentiment in politiek Den Haag, ja, dat was niet op de hand van de krakers en ook niet op de hand van de grote steden. Ja, we zijn er 40 jaar mee bezig geweest. Hè? Dus dat het zo lang heeft kunnen duren voordat het is ingevoerd, dat heeft ook veel te maken met allerlei protesten. En omdat de Christen-Democraten altijd op de wip hebben gezeten, een deel van de partij die wilde wel, een ander deel niet. En toen uiteindelijk in de jaren 2009, 2010, toen Wilders eigenlijk ook een grote macht was in het parlement, konden ze dus buiten de gevestigde partijen om met Wilders samen een meerderheid krijgen daarvoor. Ja. Na 40 jaar afwinning. Maar het is wel een betekenisvolle gebeurtenis geweest. Hè? Want in de jaren daarna zijn er ontzettend veel al lang bestaande kraakpanden ontruimd. Ik geloof dat tot 2012 iets van 300 panden zijn ontruimd tussen 2012. Nou ja, en belangrijk is misschien nog wel dat er nauwelijks meer gekraakt wordt. En ja, want hoeveel kraakpanden zijn op dit moment dan nog ongeveer? Nou ja, hoeveel precies weet ik niet, maar het is op de vingers van twee handen is het wel te tellen. Ook wat er het afgelopen jaar bijgekraakt wordt en wat dan ook langer dan 6 weken. We hebben net een voorbeeld gezien. In Nederland op 2 handen te tellen? Nou, in Nederland weet ik ook niet, maar het gaat echt om hele kleine aantallen. Als je weet dat wij vroeger tussen 1978 en 1985 was er een blaadje in Amsterdam, een wekelijks blaadje, waarop alle kraakpanden die week gekraakt werden, aan iedereen werden medegedeeld. Maar als je eens zo'n blaadje in Amsterdam voor het hele jaar kan maken, dan heb je al de moeite om het vol te krijgen. Ja. Dus dat is echt niet meer in verhouding. En ik zie dat ook niet meer zo snel veranderen. En dat komt natuurlijk ook door het kraakverbod. Want het is gewoon, je kunt een strafblad krijgen. Daarvoor, ja. Het is gewoon... dus de persoonlijke gevolgen voor mensen die in kraak zitten en daarvoor vervolgd worden en daarvoor gestraft worden, ja, die zijn gewoon groot. Ja, laten we heel eventjes gaan kijken naar Hotel Mokum. Wat dus, kijken wat er gebeurt als je op dit moment een pand kraakt. De politie heeft het voormalige Hotel Marnix aan de Marnixstraat ontruimd. Vorige maand werd het pand gekraakt en omgedoopt tot Hotel Mokum. De krakers kregen donderdag van het Openbaar Ministerie te horen dat ze weg moeten. Vandaag verzamelden krakers en tientallen sympathisanten zich voor de deur van het pand om te demonstreren tegen de ontruiming. Ja, vinden jullie het terecht? Terecht? Wat vind je? Ja, wat is terecht? Dat er binnen zo'n korte tijd dat pand dan leeghaalt. Of lange tijd zou je ook kunnen zeggen trouwens, als het verboden is. Ja. Voor mij had het niet gehoeven. Maar voor mij moeten we ook... Hè, ik zit hier natuurlijk in een dubbelrol. Want uiteindelijk moet je ook gewoon de wet handhaven die er is. Ja, uiteindelijk is die democratisch tot stand gekomen. En heb ik mij daaraan te houden. En heeft iedereen zich daaraan te houden. Ja, en dat is een dilemma natuurlijk. Kan niet anders. Maar als je mij de morele vraag stelt... vind je het moreel gerechtvaardigd dat dit nu ontruimd is? Misschien deels, want brandgevaar speelde er. En dat is natuurlijk een reële overweging. En die moet je serieus nemen. Want je kan ook niet, wil ook niet hebben dat mensen daar gevaar lopen. En aan de andere kant denk ik van ja, die mensen die zaten daar op eigen initiatief. Die waren allerlei activiteiten aan het ontplooien die goed waren voor de stad. Ze hadden oog voor hun omgeving. Ze zaten daar gewetensvol om een bepaalde politieke boodschap over te brengen. Die wat mij betreft enorm terecht was. He, dus ik zit er met een heel dubbel gevoel natuurlijk naar te kijken. En met welk gevoel kijk jij ernaar? Ja, ik ben het langzamerhand wel gewend, toch? Want ik zie dat kraakverbod, er is geen pand wat het langer dan 6 weken in Amsterdam volhoudt. En de burgemeester ook om zichzelf zeg maar te positioneren in het rechtse mediageweld, die kan ook niet anders. Dus Halsema is in een hele kwetsbare positie. Want alles wat ze zou doen in het voordeel van de krakers zou ze meteen worden afgebrand en afgefakkeld in de media. Dus die heeft ook geen speelruimte. Behalve dat ze kan zeggen van ik ontruim niet voor leegstand. En dat is ook nog heel de vraag of ze dat wel zo stringent doet als haar voorganger. Maar die dat, dat? Nou, Van der Laan die had wat dat betreft wel wat bredere marges, is, geloof ik, dan Halsema. Die ontruimt meestal al heel kort nadat het gekraakt is. Ja. Had het dan ook te maken met die brandveiligheid dat er ontruimd werd? In dit geval was dat het politieke spel van dat het niet mag en de druk vanuit Den Haag, ik weet het niet. Ja, nou in dit geval was het doorslaggevende argument die brandveiligheid, wat zij gaf, hè, wat de burgemeester gaf. En dat moet je dan vertrouwen natuurlijk, want dat komt op basis van de brandweer ook tot stand en van een soort van bouwinspecteur, geloof ik. Wie ben ik dan om dat in twijfel te trekken? Dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, helemaal. Ja. Vroeger ontruimden ze alles met een beroep op de openbare orde. De openbare orde is natuurlijk zo'n breed begrip. Ja, dat is een heel breed begrip inderdaad. Dat is net zoals brandveiligheid. Dat is zo'n breed begrip. Daar kun je alle kanten mee op de gas. Ja. Je kunt het politiek gaan inzetten en dat is natuurlijk hier ook. Maar zo is het niet meer, hè? Want sinds dat kraakverbod is natuurlijk ook de rol van het OM veel belangrijker geworden. Hè? Dus een eigenaar doet aangifte. Van de kraak en het Openbaar Ministerie geeft dan de aanwijzing van dit moeten wij dus gaan vervolgen. Want er is aangifte gedaan. En dan volgt het dus een ander pad. Hè. Dus de burgemeester die zegt denk ik ook terecht van het is niet alleen meer een rol van de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid wat het vroeger was. Het is ook veel meer in strafrecht getrokken en daar is dus ook het Openbaar Ministerie aan zet. Trouwens, de openbare orde en veiligheid was ook aanleiding voor burgemeesters in het verleden om ontruimingen niet uit te voeren. Ja. Namelijk doordat de krakers dus allerlei maatregelen namen om inderdaad de openbare orde en veiligheid in het spel in de waagschaal te zetten als er een pand ontruimd zou worden. En dat heeft de kraakbeweging natuurlijk geen windeieren gelegd. Laten we wel zijn. Ja. Ik ga hier niet het geweld zitten propageren, helemaal niet. Maar ik wil wel zeggen dat het enorm veel heeft opgeleverd voor de kraakbeweging toen ze een keertje zeiden van en nu gaan we een stapje verder. En nu luisteren we niet meer en nu gaan we de wet overtreden. Wat ze natuurlijk niet deden op het moment dat ze kraakten. Maar wel op het moment dat ze een gebod of een aansporing van de rechter of een dus los van dat je geen geweld wil propageren, op dat moment stond je daar natuurlijk achter? Wil ik wel wetsovertreding in dit geval propageren. Namelijk als je dat zorgvuldig doet en uitlegt waarom je het doet. Hoe noemen ze dat ook weer? Burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Ja. En dat is in dit geval, zeg maar, is dat een hele goede stap geweest voor de krakers in de tijd. En met name toen ze ook gingen staan voor hun burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo van jongens, en dat betekende dat je moet verdedigen tegenover degene die je uit je huis komt zetten. Ja, maar aan de andere kant heeft natuurlijk ook gezorgd voor een negatieve beeldvorming rondom de krakers. In zekere zin negatief, maar aan de andere kant moet je ook niet vergeten dat het ontzettend veel achter het scherm heeft opgeleverd. Want iedereen schrok zich helemaal wezenloos. Als de beelden van een rellende krakers in Amsterdam de hele wereld overgaan, zoals op 30 april 1980 en in dat hele jaar, dan gaan er op achterkamertjes wel wat gebeuren. Dan komen ineens de ambtenaren in beweging. Dan gaan ze ineens allerlei oplossingen bedenken. En dat zou je natuurlijk nu ook weer moeten hebben voor de woningnood. Want ze zeggen wel allemaal dat ze er iets gaan doen. Maar ondertussen gebeurt er natuurlijk helemaal niets. Ik weet niet of jullie het regeringsakkoord hebben gelezen. Maar er staat, geloof ik, wel geteld 1 maatregel die direct ingevoerd kan worden en direct wat oplevert. En dat is de jubelton, zeg maar, voor de rijke ouders die voor hun kindjes een appartement willen kopen. Die dat trouwens nog steeds wel kunnen, ook zonder die jubelton. En ook voor die wetgeving krijgen ze er nog wel ruimte voor. Ja. Maar er gebeurt dus helemaal niks in die wooncrisis nu. De komende 4 jaar, op z'n hoogst zullen er wat meer woningen bijgebouwd worden. Maar zolang er niks gebeurt, zeg maar, aan het hele kapitalistische verhaal eromheen. De grondprijzen, de hypotheekmogelijkheden, de beleggingsconstructies die er allemaal mogelijk zijn. Als je dat hele huis niet gaat ontmantelen op een of andere manier, dan gaat het voor niemand iets opleveren in Amsterdam. Ja, ik denk dat er nog eentje is geweest die we ook nog niet hebben gehad in dit gesprek. En dat is een tegenargument wat vaak wordt gebruikt, namelijk het recht op het recht van de eigenaar van het pand. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, tot 2010 was het dus eigenlijk altijd precies de afweging die ook rechters maakten bijvoorbeeld. Hè? En ook de wetgever zelf maakte van wat weegt nou zwaarder, dat eigendomsrecht of dat grondrecht op een dak boven je hoofd. En je kon dus inderdaad huisrecht vestigen op het moment dat je een pand binnenging en daar een stoel en een bed en een tafel neerzette. En dan nodigde de kraker, geloof ik, zelf de politie uit om dat te constateren dat dat huisrecht gevestigd was en dus dat beroep werd gedaan op dat grondrecht van een dak boven je hoofd. En dat is in 2010 natuurlijk ook veranderd. Toen is dat eigendomsrecht veel belangrijker geworden. Ja, en ik vind dat natuurlijk dat grondrecht van kunnen wonen Ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste grondrechten die er is. Want het gaat over je veiligheid en over je persoonlijke veiligheid. Ja, maar dit blijft natuurlijk de afweging ook voor de wetgever. Nou ja, afweging. Ik denk dat het wel duidelijk is dat je dit woningprobleem niet kan oplossen zonder echt diepgaand in te gaan grijpen in het eigendomsrecht. Dat is ook waarom alle liberale politici in Nederland doodsbenauwd zijn om in deze discussie te treden. Want voor de liberalen, in onze neoliberale samenleving is het eigendomsrecht heilig. Maar de enige manier om dit op te lossen, en we gaan dat nu heel voorzichtig, hebben we dat gedaan nu met die woonplicht, waar we tegen iemand zeggen van, oké, je hebt een huis, maar je mag er niet mee doen wat je wil, want je moet er namelijk zelf gaan wonen. Je mag het niet gaan verhuren of zo. Ja. Dus dat is een heel klein beetje ingrijpen in dat eigendomsrecht, maar dat moet op veel grotere schaal. En dat kan waarschijnlijk ook op gemeentelijk niveau. Kun je wat dat betreft met allerlei verordeningen, met APV's, met ik maar wat, kun je allebei artikelen op gaan nemen waarin je dus toch los van de landelijke wetgeving gaat ingrijpen in dat eigendomsrecht. Ja, en het eigendomsrecht is ook helemaal niet onbegrensd. Hè. Dat is ook een beetje een sprookje. Want ik bedoel, als jij in de grachtengordel een grachtenpand hebt, dan mag je dat ook niet pimpelpaars gaan schilderen. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van dat je met je eigendom in Nederland niet mag wat je zelf wilt doen. Dus je mag ook niet zomaar een hotel beginnen of iets dergelijks. Het gaat wel om nationale wetgeving, maar op lokaal niveau in Amsterdam kunnen we heel wat creatieve dingen bedenken. Maar dat moet dan wel gebeuren. Hè. En dat zijn vaak hele ingewikkelde zaken waar de ambtenarenapparaat echt voor aan de slag moet. Maar dat doen ze alleen maar als ze een schop onder een hol krijgen. En dat schop onder een hol kregen ze van de kraakbeweging vroeger. Ja, maar waar zijn de krakers? Nou ja, maar ook, denk ik, omdat die kraakbeweging ook een hoop public support had. Ze hadden heel veel steun vanuit de Amsterdamse bevolking. Nog steeds, hè? Ja, precies. En dat is dus interessant. Want ik vraag me wel eens af, is dat nou in de jaren 90 dan een beetje verloren gaan? Want Geert Mak die heeft het wel eens bijvoorbeeld over de 20-jarige stadsoorlog tussen 1965 en 1985. En ja, in die eind jaren 80 is dat toch ook wat minder geworden met dat kraken? Of zie je dat anders? Ik vroeg me af. Nou ja, ik heb altijd de burgemeester Van der Laan en ook zijn voorganger, hoe heet hij ook alweer? Die spraken altijd met de nodige sympathie over de krakers. Want ze deden inderdaad heel veel goede dingen voor de stad. Het hadden ze inderdaad ook wel gaan. Maar ze moeten zich natuurlijk niet tegen de politie gaan keren. Want dan kan ik ook niks anders doen dan gewoon een harde repressie. Maar ja, zo moet nu eenmaal een autoriteit of een overheid moet natuurlijk helemaal zo praten. Maar je hoorde altijd op de achtergrond van het is toch ook wel jammer dat al die krakers nu uit de stad vertrokken zijn. Hè? We hebben het broedplaatsenbeleid gehad, wat de gemeente zelf op poten heeft moeten zetten. Maar vind je dat ook dat alle krakers uit de stad vertrokken zijn? Ja. Zijn er geen krakers meer in de stad? Bijna niet. Wat is er nog over van de kraakbeweging? Ik heb een andere maatstaf. Ik heb die stad vormen met 25 krakers per uur en elke buurt zijn eigen kraakblad en zijn eigen krakerveen, zijn eigen krakentheater. Ja, en dan zijn ze er nu bijna niet meer in de stad. En de mensen die er nog wel zijn, die nog wel actief zijn, waarvan ook de helft al geen kraker meer is, hè, die allemaal zelfstandig wonen in andere panden of in ieder geval krakers gelegaliseerd. Er zijn gewoon bijna geen krakers meer. En is er eigenlijk überhaupt, want we hebben het steeds over de kraakbeweging, maar was er überhaupt zoiets als de kraakbeweging? Nou en of. Ik wil niet zeggen dat we een voorzitter hadden en een jaarlijkse vergadering. Maar er werd wat afgegaderd. Op buurt, blokniveau, stadsniveau, landelijk niveau. God, er was internationaal konden we ook nog de nodige vergaderen. Dus het was echt puik georganiseerd. Er ging wel eens wat mis natuurlijk. En het was non-hierarchisch, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar daar werd echt heel veel gedaan om het allemaal bij elkaar te houden. En daar waren natuurlijk allemaal middelen voor om ook dat voor elkaar te krijgen. Veranderde dat ook gedurende de jaren? Je kunt het wel zien dat het op een gegeven moment ook... vooral toen de overheid dat nog geen grip... die had en geen grip op de krakers en ook geen grip op het woningbouwprobleem. Ik geloof dat er in 1979, jaar voor die grote rellen... Ik geloof iets van 350 woningen in Amsterdam nieuwbouw zijn opgeleverd. We hebben het nu over 3000 of het tienvoudige per jaar ongeveer. Trouwens, het cijfers ten goede, maar dat was dus bijna niks. Dus in die tijd... waar had ik het over? Over de kraakbeweging en of dat veranderde, zeg maar. Hoe het veranderde, ja. Dat toen die overheid nog geen grip erop had, op de overheid of op de krakers... Toen kon je zien dat die kraakbeweging zich goed kon manifesteren. Maar het ging ook fout toen die repressie van de overheid... Ik wil niet zeggen verbeterde. Maar ze kregen er meer grip op, ze wisten beter. Ze stuurden niet bijvoorbeeld allemaal agenten onbeschermd de rellen in. Maar die hadden betere kleding, ze hadden betere ME-technieken. Waardoor zeg maar, de repressie en de krakers, ze konden meer zeg maar, de rotte plekken eruit halen. Of de mensen die echt geweld plegen en aanslagen pleegden met steen of weet ik wat. Die werden eruit gepikt. Er werden politieinformanten ingezet en allemaal dat soort zaken, waardoor die repressie heviger werd. Waar dus ook de druk op de kraakbeweging toenam. En je zag ook intern, hoe mensen daarop reageerden. De paranoia onderling werd heftiger. Er was wel verharding. Er was een verharding naar buiten toe. Ja. Aan de ene kant, en ook maar ook een verharding intern. Ja. En waardoor je ook zag dat mensen elkaar intern gingen afbranden. Er was een zucht naar zuiverheid, hè, waarin extreem links zich ook wel kan, waarin parallellen zijn met extreem rechts. Dus dat je intern de teugels zo gaat aanhouden dat er eigenlijk niemand meer bij kan komen. En dat iedereen die maar een beetje over de rand staat van wat je denkt dat hoort, die wordt eruit gezet. Dat soort bewegingen, die zie je nou, dat is ook een van de redenen waarom nu bijvoorbeeld geen andere krakers bij ons aan tafel zitten. Want die zijn ook door zeg maar, de kern of door een soort organisatiecomité van die krakers, zij hebben ze gezegd van jongens, jullie mogen hier niet bij zitten, jongens, meisjes. Ja, in die zin wel goed gemobiliseerd. Zeg. En in de 80e jaren hebben we dus ook een interne burgeroorlog gehad in die kraakbeweging. Hè? Dezelfde mechanismes dat mensen elkaar intern gingen afvallen en vliegen zitten vangen. Dit mag je niet, dat mag je niet. Een enorme hetze onderling. En dat heeft geresulteerd in ontvoeringen, in vechtpartijen. Ontvoeringen? Echt waar. Je kan het zo slecht niet bedenken. Wie ging wie dan ontvoeren? De krakers onderling. Onderling krakers. De ene groep die zei van dat moet zo. Die noemde zich de politieke vleugel van de kraakbeweging. De andere die stonden daar wat pragmatischer in. Ja, die werden door de ene kant werd door de andere kant ontvoerd en op straat in elkaar geslagen. Er werden cafés helemaal gestript. Branden gesticht. Elkaars cafés. Het is echt verschrikkelijk geweest. En waar stond jij dan in die... Nou ja, ik zat er een beetje tussenin. Die groep die terreur uitoefende, dat was een hele ervaren groep. Die al jarenlang meedraaide. En die andere krakers die waren niet zo ervaren. Maar die ervaren groep die was klein maar sterk. En strategisch heel handig. Die hadden in verschillende buurten zeg maar, hun mensen. Die waren met 30 mensen misschien op zijn hoogst. En de rest van de beweging. Maar die was als de dood. Want die club die terroriseerde de hele boel. En die waren dus heel uitgesproken in het feit wat mensen wel en niet mochten. Wat ze wel mochten zeggen, wat ze niet mochten zeggen. En hoe je als kraker moest zijn. En wat je niet moest zijn, dat je moest politiek actief zijn. Je mocht er niet te veel profijt van hebben zelf. Nou, je moest politiek actief zijn? Ja. Want aan de andere kant begreep ik dat ook juist zeg maar, niet stemmen. Dat noemen ze de gutters. Dat waren gutters. Die hadden dus eigenlijk ook geen plaats in die beweging. Die mochten dus eigenlijk ook niet... Daar mocht je niet voor kraken. Enfin, het voert te ver om deze hele interne burgeroorlog te gaan zitten. Het heeft ongeveer 3 jaar gevoed in Amsterdam. Het is in de tijd ook zeg maar... Welke jaren waren dat? Het waren de jaren 85, 88. En in 1988 was die andere kant van die beweging, die veel grotere kant was... Ze had zoveel moed bij elkaar gezameld dat ze die ene club van 30 eruit hebben geflikkerd. Nou, ik moet echt geschopt, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is letterlijk met fysiek geweld gepaard gegaan. En toen, daarna is ook de hele beweging voor een groot deel nog verder ingezakt... dan het toen al jaren aan de gang was. Dus het is een vrij traumatische gebeurtenis geweest. Er lopen nog steeds veel voormalige krakers in Amsterdam rond... die daar een tik van hebben overgehouden. En het zegt wat over hoe radicaal links ook met elkaar om kan gaan. En daarom wil ik er ook op wijzen, want dat gebeurt nu weer. Ja. In deze woke-discussie, in de identiteitsdiscussie. Het is alsof hier door de directie in de Bali een soort groepsverkrachting heeft plaatsgevonden. Zo daar reageren ze erop. Het is echt buiten proportie, denk ik. En met het gevaar ook dat je het uiteindelijk naar binnen slaat. Ja, misschien daardoor ook nog even om terug te komen bij jou... wil ik een plaatje laten zien van Femke Halsema... die hing bij Hotel Mokum. Zit er nog iemand boven in de techniek ook? Nee? Oh, oké. Nou, dan kan ik het misschien zelf wel vertellen hoe het plaatje eruit ziet. Ja. Dus het is een sticker waarin je het gezicht ziet van Femke Halsema. En als een tekening. En er staat, wat staat er? Groen, Niet groen, niet links, maar neoliberaal, geloof ik. Hè? Zoiets inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, ik zit in een andere rol. En zij al helemaal in een andere rol dan de kraakbeweging of de mensen die daar nu mee bezig zijn. En het hoort bij mijn rol om die kritiek te krijgen. En het hoort bij de burgemeesterrol om die kritiek te krijgen. En de burgemeester is natuurlijk ook niet een GroenLinks burgemeester. Hè? De burgemeester is uiteindelijk een rol in Nederland die er dan voor alle inwoners moet zijn. En die een belangrijke rol heeft in de politie en de openbare orde en de veiligheid en dat soort componenten. Ja. Dus ik snap het vanuit het perspectief van de krakers heel goed. Ja, ik ben er natuurlijk niet blij mee. Hè? En ik denk ook niet dat GroenLinks hier nou de allergrootste tegenstander is van het recht op wonen. Ik denk toch echt dat je die tegenstander elders zou moeten zoeken. Ja, maar voel je dan ontmoedigd om op te komen voor krakers? Want nee, want ik onderscheid dat echt in andere rollen. En ik respecteer ook zeer, zeg maar, de autonomie van de beweging zelf. Om daarin gewoon hun eigen meningen te vormen en uit te verkondigen. Wie ben ik er dan om daar boos over te zijn of iets dergelijks? Nee, maar ik vind wel dat er gewoon... het belangrijkste is dat die woningnood wordt opgelost. Ja. En wat dat betreft voel ik mij een medestander ook van de mensen die dat op andere manieren of op allerlei verschillende manieren aan de kaak willen stellen. En daar voel ik me dan verbonden mee. Ja, dat is dan weer mijn afweging. Ja. Misschien afsluitend, want op dit moment woon je niet in een kraakpand, maar volgens mij in een pand dat wel ooit door je gekraakt is. Dat wel. Wat je overgekocht hebt. Klopt, nee, niet gekocht. Gehuurd. We huren gewoon. Als normale mensen vroeger in Amsterdam huurde je gewoon een huis. En omdat ik dan al zo lang op hetzelfde huis woonde, is het nog steeds gehuurd. En niet verkocht ondertussen. Want als ik verhuis, dan wordt het misschien wel verkocht. Dat is natuurlijk ook. Tenminste, dat gaat nu misschien ook veranderen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen 7, 8 jaar schering en inslag geweest in Amsterdam. Dus en hoe is dat? Want ik bedoel, je bent dan nu misschien niet meer een kraker, maar aan de andere kant kan je zeggen, een kraker blijft je altijd. Op welke manier heeft dat nog invloed op je leven? Nou ja, ik ben geen kraker meer, maar ik fiets nog wel op die manier door de stad. Met een enorme betrokkenheid. Zo van dat je gewoon, je houdt je bezig met het wel en wee van de stad en de leefbaarheid op allerlei vlakken. En we zijn nu bezig, bijvoorbeeld bij ons in de buurt, heel recent, met de aanpak van zo'n flitsbezorger. Die bij ons op het Verlimburgstierenplein, het centrale plein bij ons in de buurt. Een flitsbezorger? Die hebben tegenwoordig, die kopen al die leegstaande winkelpanden op. En die maken er dan, die verven de ruiten grijs. En die zetten er allemaal van die fietsers voor met die draagtassen. En dan komen de hele dag pakketten geleverd en dit en dat. Dus ja, dat geeft enorm veel overlast. Want dat gaat 's avonds laat door, het begint vroeg. Dus daar zijn we bij ons in de buurt nu een actie tegen aan het voeren. Dat die dus niet, op ons centrale plein, dat daar zo'n dode hoek komt. Ja. Nou, op die manier zijn we nog steeds met de stad bezig. En Seger, op welke manier, wat hoop jij voor de toekomst van het kraak in Amsterdam? Nou, ik hoop in ieder geval dat we echt nog meer instrumenten ontwikkelen om die woningnood te beteugelen en om die woningen, de woningen weer betaalbaar te maken. Mm-hmm. En dat is waar we natuurlijk al mee bezig zijn gegaan 4 jaar geleden. En waar we ook echt meer tijd voor nodig hebben om die instrumenten verder te ontwikkelen. En misschien een beetje hulp vanuit de samenleving, toch? Om daar meer druk op te zetten. Dat klopt. Ja, absoluut. Nee, maar je doet dat ook samen. Je kan het ook niet alleen als overheid doen. Zeker niet als je die instrumenten verloren hebt. Ik wil niet zeggen dat je het samen moet doen, want iedereen zijn eigen rol. Dus ik denk dat we de krakers en de actievoerders de vrije hand moeten geven met wat ze zelf moeten doen. Maar ga ook geen zaken meer van vroeger kopiëren. Hè? Want de regelgeving is aangescherpt. Je wordt er zo uitgelicht. Je loopt allerlei risico's. Maar wat interessant is bijvoorbeeld ook de rol van internet in die beweging, in die sociale beweging. Die is natuurlijk enorm veranderd. Waarom vind ik dat interessant? Zoals Hotel Mokum zich op Instagram manifesteren. Ja, 4 jaar geleden was dat nogal niet ondenkbaar. Laat staan 20 jaar geleden. Dus nieuwe actievormen die vinden natuurlijk niet alleen plaats op straat, maar ook in de digitale wereld steeds meer. En het zou ook mooi zijn als krakers niet alleen zich met leegstand bemoeiden, want die is er dus nauwelijks meer nu in de stad. Of heel moeilijk aan te komen, hè, want daar zitten allerlei rechten op van gebruikers en bewoners. Ja. Maar dat er dus ook andere middelen worden gevonden die naast die leegstand, waar je ook iets mee kan doen om die woningproblematiek onder de aandacht te brengen. Want dat dat een extra schepje verdient, dat is wel duidelijk. Maar met leegstand kraken alleen kom je waarschijnlijk niet, want dat komt gewoon te weinig meer voor. Oké, ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Seger Ernsting, Erik Duivenvoorde. En ik wil u heel erg bedanken voor het kijken. En ik wil jullie er ook nog op attenderen dat er een hele mooie podcast gemaakt is. Ook met Erik, door dus de Bali Academie. Die staat, kan je vinden als je de Bali podcast opzoekt in je favoriete podcast app. Een hele fijne avond, tot ziens.